Wat doen wij coaches? Als je het kort wil samenvatten, dan is het vinden, verbinden en versterken. Dat is wat ze doen, 3 V's, zo zeggen we dat. En verbinden staat eigenlijk centraal in alles wat ze doen. Kijken wat er in de wijk speelt, kijken wat er bij de mensen speelt, kijken naar wat voor organisaties in de wijk zijn, wat willen mensen met elkaar, wat kunnen organisaties betekenen, kijken of er nieuwe initiatieven kunnen ontstaan, hè, bij mensen zoals u of zoals ik, of zoals bij mijn kinderen. Wat leeft er in Amstelveen en wat is er nodig om ons wat gelukkiger te maken? Maar weet iemand wat nou de inbreng van die wijkcoaches is? Zijn ze eigenlijk niet onzichtbaar voor het grote publiek en voor de politiek? Moeten ze zichtbaar zijn? Want dat is hun rol niet. Ze zijn niet leidend, ze zijn faciliterend. En volgens mij, als je vanuit die invalshoek kijkt, dan hoef je niet aan de top te staan. Maar je moet juist onderaan helpen om anderen aan de top te komen. Dus wat mij betreft hoeven ze niet zichtbaar te zijn, maar ze moeten wel bekend zijn in de wijken. Mensen moeten ze weten te vinden. Daar ben ik van overtuigd. Wat zijn de plannen voor 2015? Welzijn op recept, dat is een van de nieuwe methodieken die we gaan gebruiken in Amstelveen. Wat is dat? Wat is dat? Dat is dat de huisarts naast het tweede lijn ook nog een stukje welzijn gaat voorschrijven. En dat hij zegt, hey, misschien kunt u bewegen of misschien kunt u met iemand eten. Misschien kunt u iets doen aan uw dagelijkse structuur. Ik schrijf voor welzijn op recept. En dat u of ik met zo'n papiertje naar de welzijnscoach ga. En dat kan een wijkcoach zijn of een ouderadviseur of maatschappelijk werken. En die weten wat speelt er in de wijk. Zodat ze makkelijk iemand aan het arrangement, aan de activiteit kunnen verbinden. Daar zijn we mee bezig. We hebben net afsprakenlijsten gemaakt met de BIG. Van Amstelveen. Dat is toevallig afgelopen maandag gebeurd. Wat zijn de speerpunten en waar gaan we aan werken? En dat is per wijk verschillend. Willen we wat meer voor ouderen? Willen we wat meer voor allochtonen? Willen we wat meer voor jongeren? Dus dat is, nou ja, dat is onze koers voor 2015. BIGS ondersteunen, nieuw BIGS laten ontstaan, naar de gemeente toe korte lijn. En ja, okay. Dat is het.